Goedendag, we kijken naar de weersverwachting van weerplazen.nl. Op de satellietfoto zien we veel bewolking ten noorden van Nederland en boven het zuiden van het land. Dat was vanochtend om 6 uur. Die bewolking in het zuiden die trekt langzaam noordwaarts en gaat gepaard met enkele buien. Dat betekent dus dat het noorden geleidelijk meer bewolking krijgt, het zuiden geleidelijk minder en daar gaat dan de zon doorbreken. Vanmiddag de meeste buien in de noordelijke helft van het land, in het zuiden is het dan droog en zijn de flinke zonnige perioden. De temperatuur loopt in de zon op naar zo'n 17 graden, maar daar waar het aardig regent is het slechts 15 graden. Vanavond trekken de laatste buien geleidelijk weg en wordt het op steeds meer plaatsen droog. De temperaturen halverwege de avond 13 graden. En dan gaan we geleidelijk naar het fraaie weer toe. Morgen zijn de flinke zonnige perioden, de paraplu kan thuis blijven en de temperatuur loopt flink op. 17 graden op de Waldeilanden, 20 in het noorden en 22, 23 graden in het zuiden, misschien zelfs al 24. Zaterdag wordt het nog warmer, 24 tot 30 graden, en als het echt meezit met de zon, misschien in Limburg zelfs 32 graden. Lang blijft het droog, maar in de avond kan er misschien een bui vallen. Het weer voor zondag en maandag is nog onzeker. Kans op buien neemt toe, maar mogelijk blijft het ook toch wel behoorlijk warm. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl.